Maar de blijdschap overheerst. Dat lijkt me ook, ja. Dus, weet je wel... Jij bent opeens al je kritische kanttekeningen bij je kant. Wel wat betreft deze bekerfinale en het winnen van een prijs. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb je nog nooit zo uitbundig gezien als vanavond. Nee, dat is echt, dat is echt voor mij ook even verrassend, dit gewoon, ja. Maar het is voor jou ook nieuw, dit gevoel. Ja, dit is een totaal nieuwe levenshouding. Ja, dat wij euforie, iets kunnen winnen is... Ja, onbekend natuurlijk. Ja, voor jou ook. Ja, ja, op het algemeen wel inderdaad. Zoveel maken we niet mee bij Cambuur. Nee. Maar, Dus nee, dit vergt een totaal nieuwe manier van kijken. Nou ja, Marcel, wat mij altijd opvalt is dat bij de meeste clubs in de Eredivisie zitten tribunes vol. Maar bij Vitesse worden ze steeds leger. Dus er is weinig binding tussen de achterban en dit elftal. Nou, ik wil daar toch wel wat over zeggen. Je krijgt van supporters van andere clubs vaak te horen... het Gelredome zit niet vol. Nou, A, spelen wij in een veel groter stadion dan de meeste andere clubs. En B, vind ik het ook wel wat voor de Arnhemmer zeggen... dat je niet klakkeloos naar elke wedstrijd gaat. Dat je de krenten uit de pap pikt. Ik bedoel... Ja, zo kun je van de Feyenoord-supporter niet zeggen. Maar waarom zou je 17 wedstrijden per seizoen in dat Gelredome gaan zitten... als je ook kunt denken van, nou ja, ik ga naar de leuke wedstrijden. Zo gek is dat in mijn dag. Eigenlijk wat je zegt, waar het er wel helemaal vol zit... ook bij wedstrijden waar niet zoveel aan is... dat is heel dom van die mensen dat ze dat doen eigenlijk. Nou, bij sommige wedstrijden denk ik wel van waarom ga je? Ja. Ja, je weet van tevoren niet of het leuk gaat zijn of niet. Maar bij die bekerfinale dacht ik... Ja, dan zou NEC iedere week zonder publiek spelen.